Oeh, ja. Oeh, wauw. Ik wist echt niet meer dat ik dat besteld. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. En ik heb net iets gedaan. Kijk hoe leuk. Mijn lichtjes liggen, mijn kaartjes dat ik heb gekregen. En nu ga ik mijn adventspakje van gisteren open doen, want ik heb dat gisteren niet gedaan. Het is een pick-up. Het is terug volledig. De Sims 4 studentenleven aan het spelen en ik ben echt geen goede student. In de Sims 4 ben ik momenteel zo'n slechte student dat ik eerst na mijn eerste semester een waarschuwing heb gekregen en dat ik na mijn tweede waarschuwing geschorst ben. Ik snap niet hoe dat komt, want ik heb gewoon al mijn huiswerk en mijn essays gemaakt en zo. Hey, ik moest eerst nog even iets naar de stad gaan halen. Ik denk nu net dat ik nog mijn vlog moet uploaden voor vandaag. Hij is wel wat geëdit sinds gisteren. Ik ben dus naar de stad geweest. Ik moest nog iets gaan halen naar de stad. En er zijn deze week 3 AliExpress pakjes toegekomen. Dus ik wil jullie die nu eventjes laten zien. Ik kan namelijk het niet te dat opbrengen om mijn pakketjes op te sparen voor een AliExpress haul. Wat dat niet zo goed is. Oké, ik ga beginnen met het grootste pak. Omdat ik hier ondertussen niet meer weet wat erin zit. Wat dat eigenlijk echt wel stom is. Maar ja, je bestelt dat dan en je krijgt dat dan 7 weken later. En dat is moeilijk. Om dan nog te weten dat hij bestelt. Ah, ik weet het. Ik zie het. Allee, ik weet het niet meer, maar ik zie het. Het is... En Detective Pikachu. Ah, die is zo cute. Als jullie het nog niet wisten, ik ben grote Pokémon fan. Ik heb een Pikachu uit de film Detective Pikachu. Vond ik echt super schattig. Oh, die is echt leuk. Nu ga ik in dit pakje kijken. Oeh, ja. Oeh, wauw. Ik wist echt niet meer dat ik dat besteld. Het zijn AirPods. Maar dan uiteraard niet de officiële. Maar ik had wel gehoord dat ze goed werken. Kijk, tada. Dit is echt raar, zo zonder kabel. Okay, ik ga die straks opladen. Ik ga dan vertellen wat ik ervan vind als ik ze uitgeprobeerd heb. Nu het laatste pakje. Hier kon ik op lezen wat dat erin zat. Het is namelijk een scrunchie. Ik ga het bijna eventjes uithalen. Wow. Ook echt met een goede rukker.
Ja. Vandaag was het de eerste dag met mijn zusje in huis en dat was super leuk. Want voor wie dit de eerste vlog is, sinds gisterenavond op mijn zus bij mij in mijn appartement. En dat is wel leuk. Vandaag heb ik trouwens niet heel veel gedaan, want gisteren heb ik de Sims gekocht met de Christmas en de Sims 4 studentenleven gekocht met de Christmas deal. En sinds studentenleven was altijd al mijn favoriete bereidingspakketten, zowel van de Sims 2 als van de Sims 3. Dus uiteraard moest ik dat hebben op de Sims 4. Nu ga ik trouwens slapen, het is bijna 9 uur. Ik ga nog wat lezen en dan kruip ik onder de lakens, want morgen is het terug werkendag. Doedels! Maar eerst nog een outfit uitkiezen. Ik was trouwens helemaal mijn vlog vergeten up te laden, dus ik kwam iets later online vandaag. Ik ga deze aan in mijn superleuke H&M trekken.